We hebben het net over de lichtmeter gehad, maar we kunnen natuurlijk ook in TTL schieten. Het is gewoon een standaard op alle camera's, die kunnen dat. Om de TTL-functie op Profoto apparatuur te gebruiken, heb je wel een TTL-trigger nodig. Nou, ik zelf werk met een Sony-camera, de Sony A7 R4. En dan heb je ook de RTTL-trigger voor nodig. TTL, je kan van manueel naar TTL gaan. Op de A1 on-camera kan je ook zeg maar TTL gebruiken. Met mijn Sony A1X zit er aan de zijkant, dus kan je ook naar TTL toe. Kan je ook heel makkelijk plussen minnen op de A1X, dat is gewoon heel erg fijn. En tevens heb je hem nodig voor een Nikon, Canon, Fuji, Olympus. Heel erg belangrijk dat je die echt wel native gaat gebruiken, dus voor elk merk de RTTL-trigger.